Vandaag bij Andrea Jansen laat ik je zien hoe je een heerlijke grote kip met mangosalade maakt. Die is lekker op een toastje bij een feestje of op een sandwich, zoals ik hier heb gedaan. Het recept is makkelijk en snel klaar. En je maakt deze heerlijke salade in slechts 5 minuten. En mango snijden lijkt misschien heel moeilijk, maar dat is het niet. Kom op, ik zal het je laten zien. Halveer de mango en schil hem. Snij schijven van de mango tot aan de pit. Hier kun je kleine blokjes van snijden. En wil je je mango liever in grotere blokjes snijden? Dan kun je op mijn YouTube-kanaal een instructievideo terugvinden, waar ik verschillende technieken laat zien hoe je een mango makkelijk snijdt. Snipper de ui in kleine stukjes en snij ook de gerookte kipfilet in kleine blokjes. Meng in een kom de curry, curcuma, mayonaise, crème fraîche en de gembersiroop door elkaar. Meng de saus met het shallotje, de mango en de gerookte kipfilet. Snij een broodje open en doe de gerookte kipfilet salade op het broodje. En snipper basilicumreepjes erop. Serveer meteen. Bedankt voor het kijken naar deze video. Het volledige recept vind je terug in de beschrijving. Vergeet niet om te liken, te reageren en te abonneren. Op mijn kanaal en op mijn blog vind je meer dan 100 heerlijke recepten die allemaal makkelijk te maken zijn. Ik wens je heel veel kookplezier en onthoud, it's a good taste.